Het is vrijdag, nee, zaterdag 4 juni. We staan hier bij een leenskast in de Slangenburg, aan het randje van de Slangenburg, tussen de Slangenburg en de Zumpen. De tijd van het jaar is een beetje tussen twee drachten in. We hebben een geweldige voorjaarsdracht gehad. Daar zijn we nog druk mee bezig om daar de honing van te slingeren. En ondertussen staat de linde op punt van bloeien. Ik denk nog een week. En dan zal die massaal losbarsten. Her en der zie je al wel een klein bloempje. Maar de echte massale dracht zal ik denk over een week beginnen. En nu zitten we met wat tussendrachtjes van wat planten die nu bloeien. Onder andere de roos zie je vlak achter me. Ik zie de roos begint te bloeien. Maar er zijn nog wel wat meer plantjes die op dit moment wat dracht geven. Maar veel is het niet. Dus de bijen vliegen ook niet veel. Wachten op de volgende dracht. Achter ons zien we wat meer koeten. Ik kan er wel eventjes op inzoomen. Wat het leuk is. En de kikkers. Het zonnetje begint net een beetje te schijnen. En vandaag gaan we kijken in de leenskast. De leenskast is een horizontale kast. We werken van rechts naar links. Hier is precies 5 weken geleden, op 1 dag na, dus 5 weken en 1 dag geleden, een kleine zwerm ingeplaatst. Met een leggende koningin. Dat is een voorzwermpje. Er waren niet al te veel bijen en de afgelopen tijd is dat aantal bijen gestaag naar beneden gegaan. Want er waren natuurlijk nog geen jonge bijen die geboren werden. Maar het broednest groeide. 2 weken geleden zagen we dat het volk echt in een kritische situatie was, waarin we best veel broed hadden, maar ontzettend weinig bijen om dat broed te verzorgen. Vorige week zagen we dat de eerste jonge bijen geboren waren en er direct meer massa aan bijen in het volk aanwezig was. En ik hoop deze week te zien dat die jonge bijen echt aan het werk zijn gegaan, waardoor de koningin het broednest kan vergroten en ook het raad weer gebouwd wordt. En we gaan kijken of we ook het volk kunnen gaan verplaatsen richting het moerrooster, waardoor we achter het moerrooster de honingkamer kunnen gaan inrichten. Veel plezier! Deze kast volgen we overigens. Je kunt op het YouTube kanaal kun je elke week een filmpje zien van dit bijenvolk. En abonneer je even op dat kanaal, dan krijg je ook automatisch een berichtje dat er een nieuw videootje is. Ik doe het normaal niet, maar voor jullie beeld haal ik even het doek weg. Zodat je kunt zien hoe groot het volk nu is. Het gaat nu om 4 ramen. Het zijn grote ramen. En we gaan kijken hoe de bezetting op die ramen is. Als het volk dan sterk genoeg is, kunnen we dit blok naar het moerrooster verplaatsen. Dit is het moerrooster. Dat betekent dat de koningin aan de rechterkant blijft en het volk naar links gaat. En het volk naar links kan vergroten, het nest kan vergroten, maar hier dus alleen honing terechtkomt, omdat daar de koningin niet terecht kan komen. We weten nog niet of het zover is, daarvoor moet het broednest echt goed bezet zijn met bijen en moet de koningin ook het broednest grotendeels gebruikt hebben als broednest. Ik gebruik op dit moment even geen rook om te kijken hoe de bijen zich gedragen. Ik heb wel een rokertje klaarstaan. Mocht het nodig zijn, gebruik ik een beetje rook. Mocht het nodig zijn, doe ik ook het kapje even op. Dat doe ik nu voor de video niet. Normaal draag ik in ieder geval altijd een kap. Ik werk wel met blote handen. Dat vind ik gewoon fijn werken. Maar ik werk altijd met een kap. Nou, hier zien we het eerste raam. Dus dat is eigenlijk het achterste raam voor de bijen gezien. En dat raam is goed bezet met bijen. We zien bouwtroepen bezig met het vergroten van het raam. Je ziet dat het jonge bijtjes zijn. Als je over die ruggetjes heen kijkt, zie je heel veel haren. En die haren zijn het signaal van jonge bijen. Die haren die slijten er langzaam en zeker af. De binnenkant van het raam, daar zien we gesloten broed. En bovenin zien we een klein beetje voer.
tweede raam, ik kijk even met jullie mee, het tweede raam is goed bezet. De eitjes, tot hier zien we eitjes lopen, dus het broednest loopt nu zo. Binnenkant van het raam, daar zien we eitjes tot hier. Je ziet eigenlijk ook waar de bijen lopen. Hier zien we ook de dikke koningin lopen. Op zoek naar een plekje om weer een eitje te leggen. Prachtige dikke koningin. Mooi groot. En hier zien we allemaal larfjes en broed in allerlei stadia. We hangen het raam weer terug. Het derde raam is eigenlijk bijna volledig in gebruik. Daar zien we de eitjes ook weer tot deze hoeken. Deze hoek is al helemaal belegd, zoals je ziet. Deze hoek kan ze nog beleggen. En bovenin een klein randje met voer. Dat is eigenlijk precies zoals we dat graag zouden willen zien. Die rand met voer willen we niet te groot zien, want dit is uiteindelijk een broednest. Maar een beetje voer dichtbij de bijen is prima. Ook hier zie je allemaal eitjes onderin de raad liggen. Ik hoop dat het op de camera te zien is. Het ziet er goed uit. Ook overigens een heel rustig volk. Ondanks dat ik geen rook heb gebruikt, geen kap heb gebruikt, doen de bijen het gewoon heel goed. En het laatste raam ook weer goed bezet met bijen. En hier bouwen ze nog aan de onderkant het raad verder uit. Dit is natuurbouw, dus ze hebben hier alleen maar een klein streepje gekregen en de rest hebben ze helemaal zelf gebouwd. Nou, het volk ziet er prima uit. Ik schuif alles terug. Plakkee. Ook op het kantraam zitten wat bijen. Dus je ziet dat de bezetting met bijen is redelijk goed. Maar het volk is eigenlijk nog niet toe aan een honingkamer. Dus we sluiten het volk weer af. Ze mogen nog de rest van het broed, de rest van de ramen die ze nu in gebruik hebben, goed verder uitbouwen. En de koningin de gelegenheid geven om die ramen volledig te beleggen. Waardoor we een hele optimale warmtehuishouding hebben. En die warmtehuishouding is eigenlijk een key factor voor de bijen. Bij bijen draait alles om energie. En dit volk is eigenlijk in een... Daar zijn nu de eerste jonge bijen zijn geboren. En die bijen kunnen heel goed deze raampjes bezetten. Maar we zien dat er niet heel veel nieuwe jonge bijen aankomen. Er is niet heel veel gesloten broed. Dus de hoeveelheid bijen die we nu zien, zal de komende 10 dagen ongeveer zo blijven. En daarom gaan we ze nu niet pesten met nieuwe raad geven of het broednest vergroten. Of een honingkamer geven. Deze bijen hebben genoeg aan deze broedkamer. Wachten op de volgende generatie bijen die dan nog weer groter en meer bijen zullen leveren dan de generatie die we nu zien. En dan zijn ze toe aan de volgende stap. Dan komen ze tot volwassenheid en zijn ze toe aan de stap om die honingkamers te gaan vullen. Om hun honingreserve op te gaan bouwen. Die honingreserve die ze opbouwen om te kunnen overwinteren. Voor deze week was het dit. Volgende week een nieuwe video van deze Leyens Hive en dit volkje dat op 29 april in deze kast is komen wonen. Graag tot de volgende keer.